Kijk, de kraanmand wordt al lekker gevuld. Ik ben lekker met mijn ma in Arnhem. Ja, dan zie je mijn kont al. Zo, even een half uurtje blijven liggen. Vandaag gaan mijn zoontje en ik naar mijn schoonzus. We gaan namelijk op kraamvisite en ons nichtje ontmoeten. En ik ben nu bezig om heel de kraammand gereed te krijgen. Want voor een paar dingetjes moest ik nog eventjes wachten op de naam. En de naam begint met een A. Dus ik heb net een leuke A ontworpen en die ga ik op dit tasje strijken. En hierin zit dan een cadeautje. En zo heb ik nog 9 cadeautjes in de kraammand, zodat ze elke dag een cadeautje kan uitpakken. Ik vind dat echt zo leuk. Ik heb het zelf ook gekregen van mijn ouders toen ik bevallen was van Jake. En nu maak ik lekker zelf een kraammand voor iemand. Ik vind het echt een heel leuk idee als er iemand gewoon, weet je wel, je beste vriendin of je zus of gewoon iemand die dichtbij je staat, om die gewoon heel veel verschillende leuke cadeautjes te geven. Ik heb hem dus in spiegelbeeld geprint en die ga ik dan nou hier opstrijken. Zo. Ik heb even mijn handen voor nodig. Dat is nou het leuke aan transferpapier. Je kan er heel simpel wat leuke dingetjes mee personaliseren. Tadaa! Nou, hier zit een eigen tasje. Kijk, de kraammand wordt al lekker gevuld. Er zit een rammelaartje in en een baddoekje. Dus die blokken, ook nog lekker wat... En blokken! Ja, en blokken. En wat doucheschuim voor de mama. En ook thee voor de mama. En haarspeldjes voor de baby. En hier zitten nog allerlei Zeeuwse kleine productjes in. Om lekker te verwennen, de mama. En dan komt er nog een armbandje aan. Die is mijn vriend nou gaan halen met naam. Ja, plak plak jij, hè? Want we zijn aan het inpakken. En de mand is natuurlijk ook een cadeautje. We zijn 2 uur verder, maar we zijn er, Jake. Dag, nietje. Zo, vandaag ga ik lekker de babywasjes draaien. Ik heb een heleboel nog. Zo, we zijn nou lekker bij een zonnebloemveld. Want Paco gaat even een fotootje maken van mijn dikke buik. En Jake. Zo, ik ben vandaag lekker een nachtje weg. Dus eigenlijk vandaag en morgen. Ik ben lekker met mijn ma in Arnhem. En we gaan lekker wat babyspulletjes shoppen hopelijk. En genieten, truisjes pakken, lekker eten. En ja, gewoon even nog een nachtje weg met mijn mama.
Welkom in onze badkamer. Kijk, we hebben een tweepersoons bubbelbad. Een mooie wasbak. En hier achter de douche. Wat ook gelijk een stoomcabine is. Heerlijk na een dagje shoppen. Zo, een hele goede morgen. Wij hebben net lekker ontbeten in ons hotelkamertje. En zometeen gaan wij nog eventjes naar het modekwartier in Arnhem. En daarna heb ik een afspraak bij Belly Prints. En daar ga ik een 3D-scan eigenlijk van mezelf laten maken. En dat wordt dan een leuk beeldje met mijn dikke buik. Nou, ik ben nu dus bij Belly Prints en ik ga dus zo'n beeldje laten maken van de lijf, met mijn zwangere buik. En ze hebben heel veel keuze in het soort beeldjes, dus ik ben nou even aan het kijken wat ik leuk vind en wat mooi is en wat natuurlijk past bij ons in huis. En hoe ik armen of geen armen doe, dus echt heel veel keuze. Zie je mijn kont al? Nou, we zijn nu lekker neergestreken naar de Belly Print op het terrasje op de hoek. En hoe voel jij de afspraak? Ik vond het gezellig. Dat was het. Hartelijk ontvangen. Het was leuk om even zo bloot te gaan, maar je voelde je wel echt super op je gemak. En het was heel erg gezellig en leuk aangekleed. En ik ben heel erg benieuwd hoe het beeldje gaat worden. Maar dat gaan we nog zien. Natuurlijk, hij wordt opgestuurd, dus we gaan het meemaken. Ik ben echt heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Zo, er zijn net twee hele leuke pakketjes gebracht. We hebben namelijk de reiswieg binnen, die een nieuwe die op de babyzen past, onze kinderwagen die wij al hadden voor onze zoon. En ook de nieuwe kinderstoel is binnen. Kijk! Dus die ga ik lekker uitpakken en in elkaar zetten. En dan laat ik jullie eventjes zien wat de keuze is geworden. In plaats van nog een tweede stokkenstoel hebben we dus gekozen om nu de Cybex Lemo stoel te aanschaffen. En dat is eigenlijk omdat ik die schroefjes van de stokken, om hem elke keer te verstellen, die heb ik een beetje per ongeluk doorgedraaid. En we hebben dus nou wel een newborn zitje voor op de stokken. Dus de baby krijgt eigenlijk de oude stokkenstoel van Jake. En Jake krijgt dan deze stoel van Cybex. En het fijne is, zet je dus heel makkelijk in elkaar. We hebben vier schroefjes. En vier. Je zet hem dus heel makkelijk in elkaar met maar vier schroefjes. En als je hem dan wil verstellen omdat je kindje groter wordt of omdat je er zelf even op wil zitten, want dat kan ook, dan zit hij onder. Kijk. Zo'n draaidingetje. En dan kan je hem gewoon heel makkelijk zo omhoog en omlaag doen. Dus dit is dan zeg maar voor kindjes. En als je zelf wil zitten, kun je hem gewoon wat lager. En dat kan ook met het voetensteuntje. En je kan ook de diepte bepalen. Ik zie hier achter een knopje. Dacht ik. Ja, toch? Ik had hem net. Ja, zit hier een knopje. En dan kan je dus ook de diepte bepalen. Dus je kan hem minder diep doen. En dan helemaal omhoog bijvoorbeeld. Zo. En dan heb je echt een kinderzitje. En deze kan je wel ook zo omhoog doen. En dat gaat dus echt heel erg makkelijk.
En er zitten ook aan de achterste pootjes zitten wieltjes. Dus het is het idee dat Jake hem straks ook makkelijker naar achteren kan schuiven. Om op te gaan klimmen. En weer naar voren te schuiven. Die stokken was best zwaar voor hem. Maar ik merk nou dat ik dan wel even viltjes onder de voorste pootjes moet doen. Om dat makkelijker te maken. En dan kan hij dus gewoon zo schuiven. Dus daarom hebben we hier nou voor gekozen. Zo, ik voel mij al een paar dagen niet zo lekker. En net is de verloskundige geweest. En die heeft eventjes gecheckt met de gynaecoloog. En ik mag zo meteen lekker even naar het ziekenhuis om wat dingetjes uit te sluiten. Lig je dan, hè? Zo, even een half uurtje blijven liggen. En dan ze beweegt, hoorde je wel. Nou, ik heb nu antibiotica gekregen tegen eventueel een blaasontsteking. Even afwachten of dat het ook echt is. En dan nog een paar dagjes werken. En lekker met verlof. En daarmee sluit ik deze video gewoon lekker af. Dus dan zie ik jullie de volgende keer weer voor een nieuwe video. Ik hoop weer een leuke nieuwe doe-het-jezelf. En ja, ligt er dus een beetje aan hoe ik me voel. Hoeveel er de komende tijd online komen. Maar ik heb ook nog heel veel oude doe-het-jezelfs die ook nog online moeten komen. Dus ik ga mijn best doen voor jullie. Doei!